Hallo, villager. Ah, dus van jou krijg ik maar 10 gebakken vis. Wees maar voor de bang voor de creeper gun. Oh ja. Hallo allemaal en welkom terug bij Molenaars Games en vandaag ga ik jullie wat meer vertellen over de mobgunsmod. Als eerste zijn er 3 verschillende grote groepen die ik er toch heb uitgekozen, de Animal Guns, de Mobguns en de YouTubers plus nog 2 andere. En ik ga ze testen op deze proefpersonen, de Iron Golems en de Villagers. Als eerste ga ik de Animal Guns uitleggen, er zijn een paar verschillende, Je hebt de Chicken Gun, de Pig Gun, de Sheep Gun, Cow Gun, Cat Gun, Squid Gun en de Mushroom Gun. Dit is van het slapste naar het sterkste. En alle guns worden als volgt gemaakt. IJzerstaven, diamant, veer en smaragd. En veer is voor de kip. Rauw varkensvlees is voor het varken. Tarwe is voor de schaap. En zo verder enzovoort. En dit is de mushroom. Heb je het meeste nodig, de paddenstoel stoofpot. Dus ik ga ze dus even allemaal pakken. En omdat ik een creative ben, hoef ik ze dus niet al de voorraden erbij te nemen, anders wordt het wat moeilijker. Dus de chicken die heeft een damage van 2. En je schiet dus eigenlijk kleine kippetjes af. De pick gun heeft een damage van 4. En hier schiet je eigenlijk kleine varkentjes mee af. De sheep gun heeft een damage van 4. En eigenlijk schiet je dan kleine schaapjes af, naakte schapen zie ik precies. En ook heeft ieder kanon heeft zijn eigen trail. Zijn eigen trail noem je het. Zijn eigen smoke, zoals van die smoke zoals je ziet. De cowgun heeft een damage van 5. En er schiet je eigenlijk kleine koeien af. Wat best wel grappig is, ik zit hier met kleine koetjes te schieten. Wat jammer, wat wel eigenlijk aan de ene kant ook wel erg is. Dan heb je de cat gun en deze heeft 10 damage, dus eigenlijk al redelijk veel. Je schiet eigenlijk met kleine katjes af. En eigenlijk vind ik dat deze redelijk veel damage heeft, want je ziet, ik al in 2 keer kan ik al een paar villagers... Dood jij. Een paar villagers al direct. Oh, wat was dat? Ja, en dan als volgend heb je de squid gun. De squid gun heeft 11 damage. En deze vuurt eigenlijk hele squids af, zoals je kunt zien. Dat is wel. En heeft ook een nieuwe trail, dus water. Zoals met de cat had je smoke en de rest. En deze heeft de watertrail. En als laatste heb je de mushroom gun. En de mushroom gun heeft 13 damage, wat redelijk veel is. En eigenlijk vuur je maar kleine koetjes af. En deze heeft dan weer een smoke trail achter zich. Dan als volgt hebben we de mobguns. En de mobguns zijn er redelijk veel. Je hebt de zombie, de creeper, de slime, de snowman, de spider, de wither, blaze, enderman, silverfish en de skeleton gun. Deze hebben allemaal verschillende damages. Ik zal jullie de cijfers allemaal zeggen. Wat hier dan voor nodig is, het is eigenlijk allemaal telkens hetzelfde recept. Alleen in het midden is dan telkens weer anders. Bij de zombies heb je dan rot bedorven vlees nodig. Bij de creeper heb je buskruid, slime, slijmballen, snowman, sneeuwballen, spider, de draden, de wither skeleton heb je de botten nodig, voor blazes, blazepoeder, en voor enderman, enderparel, silverfish, klei, skeletons, pijlen. En je ziet ook bij ieder wapen, net hetzelfde als bij de animal guns, zie je ook dat er telkens de gezichten opstaan. Dus ik ga deze eventjes allemaal bijpakken. Lekker veel. En dan ga ik als eerste beginnen met de creeper, omdat deze is eigenlijk iets specialer. Ik ga even naar daar. Als je deze schiet en die ontploft, zoals je ziet, dus als je deze op iemand schiet, ontploft die. Wat is redelijk veel. Eigenlijk kun je dit gebruiken als eerder precies ook een TNT kanon. Dan als volgende heb ik de snowman gun. En de snowman gun die heeft een damage van 7. En de snowman die schiet eigenlijk zoals je ziet snowmans af, zonder de pumpkin op zich. Dat is wel best wel grappig. Dan heb je de spider gun. En de spider gun heeft 10 damage. Hier heb je wat redstone-achtige tweel. En die doet dus 10 damage. En het vuurt dus eigenlijk gewoon spinnen af. De slime. Die vuurt dus slimes af. En deze hebben eigenlijk een redelijk hoge
ja, damage. Die hebben 12 damage. Voor eigenlijk zomaar een kleine slime blokje. De zombie heeft 7 damage. En zoals je ziet vuurt deze eigenlijk kleine zombies af. Wat eigenlijk ook wel best grappig is, maar dat is grappig, dat zal ik zo zeggen. Dan heb je hier nog de Wither Skeleton. De Wither Skeleton heeft 10 damage. En deze vuurt eigenlijk kleine Wither Skeletons af. Zoals je kunt zien. De blazes vuren blazes af en de grote blazes, ja, bestaan geen kleine blazes. En de blazes hebben een damage van 15. Dan hebben we nog de Enderman en de Silverfish en de Skeleton. Dus even de Skeleton erbij pakken. De Skeleton heeft 10 damage en het vuurt eigenlijk gewoon skeletons af. Je kunt ook de knop blijven induwen, dus als je gewoon recht van wissel blijft induwen, zie je dat deze continu blijft aanvallen. Dan de Enderman. De Enderman vind ik ook wel een chique. Zijn gewoon de Endermans die je afvuurt. Weer up, kun je ook blijven schieten. De Endermans hebben 15 damage. En als laatste heb je de Silverfish. En de Silverfish is met klei. Wat wat eigenlijk nog vrij simpel te zoeken is. Maar de Silverfish, daarvoor moet je. Wacht even. De Silverfish heeft 7 damage. En eigenlijk vuur je dus gewoon Silverfishes af. Zoals je hier nu kunt zien. En als laatste hebben we de YouTubers met dan nog 2 anderen erbij. Als eerste heb je de Villager en de Steve Guns en dan alle YouTubers. Daar kom ik zo dadelijk bij. Dus de Villager Gun heb je in het midden een boek nodig. Steve Gun heb je in het midden een appel nodig. Dus bij de Villager Gun, we gaan de Villager Gun als eerste gebruiken. De Villager Gun heeft een damage van 15. En je ziet eigenlijk... Ik zit nu mijn eigen Villagers aan te vallen met Villagers. En dan de Steve Guns hebben een aanval van 20 damage. En je vuurt eigenlijk gewoon Steve's af. Die best graag. Oh nee, het zijn gewoon dus Steve's die je kunt afschieten. Op uw Iron Golems of op alle andere. Wacht. Nou. En dan de volgende. De volgende zijn de YouTubers. Je hebt de Popular MMO's, de Dandy DM. Nog wat. De iHash Cupcake en Sunday Gun. De populaire MMO's, wat je daarvoor nodig hebt, is een draken-ei. Dat is ook het krachtigste wapen. Dan moet in het midden een draken-ei. Bij Don moet gewoon... Dan moet gewoon diamant tussen. Hier iHash Cupcake moet je taart hiervoor gebruiken. Eigenlijk is het vrij veel. En Sunday is gewoon goudstaaf. Dus eventjes bijpakken. Populaire MMO's doe ik als allerlaatste, omdat dat de krachtigste is. Maar de iHash Cupcake... IS Cupcake. Deze heeft een damage van 20. En eigenlijk vuur je gewoon een madameken af die je hartjes achterlaat. Zoals je kunt zien. Dan de Sunday Gun. Die heeft 30 damage. En die vuurt eigenlijk gewoon Sundays af met een redstone trail. Wat wel grappig is, want Sunday is gewoon grappig. Dan heb je hier nog de Dent TDM Gun. En deze heeft 50 damage. Dus met deze kun je 2 keer. Met 2 slagen 1 golem kapot maken eigenlijk. En deze heeft ook een diamond smoke achter zich, smoke trail. Dan als allerlaatste heb je de Popular MMO's gun. En deze heeft een damage van 100. Waarbij je dus direct een iron golem in 1 slag kunt kapot maken. En hiervoor heb je natuurlijk wel draken eieren nodig. Dus eigenlijk, die zijn niet zo makkelijk te vinden. Maar ja, het is altijd eens plezant om mee te helpen. Te schieten. Nou ja, dit was het dan. Bedankt voor het kijken. Ik ben Jens, tot de volgende keer.